Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. It's Ultrex is er weer, ja. Gisteren dus de hardtop vlog gehad en ik heb weekend jongens, het is eindelijk weer zover. Je zal mijn weekend hebben, heerlijk donderdag en ik ben morgen lekker vrij. Ik ga morgen nog eventjes lekker klussen. Ik ben in de tuin van de buurman bezig. Ik heb al een heleboel kleren zo heb ik al gemaakt. Maar ik ga het opruimen. Alles wordt netjes. Ik ga het, de grond netjes aanharken. Dat gekke ding. Ik weet niet of je het ziet, want het zit een beetje achter het hek. Maar eens even kijken of ik er een heel klein beetje kan inzoomen. Hier staat nog een of andere rare boomstronk. Die gaan we er nog even uithalen. Liefst met wortel en al, want dan komt hij tenminste niet meer terug, dat ettending. En daar gaan we dus lekker mee aan de slag. Nou, zaterdag de Efteling, dat had ik in de vorige vlog ook al verteld. En jongens, lekker weekend. Verder wou ik het even hebben over YouTube. Ik zat net een filmpje te kijken en... ik wil daar toch even op reageren en op anticiperen. Weet ik voor allemaal hoe je het kan noemen, noem je het maar. Maar YouTube. YouTube, ik ben hartstikke blij, tevreden, happy en gelukkig dat ik, dat ik op YouTube filmpjes mag maken. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik... heb geen betaalde content. Ik verdien er geen ene euro aan. Ik heb geen reclames. Ik heet geen Enzo. Ik heb geen mooi lekker blond wijf. Zoals wij dat in Rotterdam zeggen. In deze regio zeggen. Ik heb geen lekker blond wijf. Zoals die. Zei ik dat nou hardop? Ja, dat zei ik hardop. Ik heb verder helemaal niks. Ik mag niet naar de YouTube gathering. Want ik ben niet belangrijk. Want ik heb maar 300 zoveel abonnees heb ik. Ik ben dus een grote nobody op YouTube. Ik ben het lelijke eendje van YouTube. Ik ben de idioot van YouTube. Ik ben de tokkie van YouTube ben ik. Ik word niet gevraagd in pretparken, omdat ik bekend ben. Ik ben een grote nobody op YouTube. Waarom zeg ik dat? Marco, waar heb je last van? Ben je vreselijk depressief? Nee, ik ben helemaal niet depressief. Ik ben hartstikke vrolijk. Maar het gaat even om het feit dat... ik zat er net een filmpje te kijken. Ik weet niet of dat meer mensen op het kanaal gaan... abonneerd zijn van Mike Littlewood. Maar eventjes dit verhaal. Gisteren is er een vreselijk iets gebeurd in zijn woonplaats. In Rhede. Er is een vreselijk iets gebeurd. Het is een ding wat in Nederland vaak vaker voorkomt. En het is een noodgreep is het. Het gaat dus over iemand is voor de trein gesprongen. Ik hoop niet dat dit filmpje ook door YouTube verbannen wordt, want dat is juist het probleem. Censuur YouTube. Ik ben hartstikke blij dat ik filmpjes mag maken op YouTube. Maar Michael had dus een filmpje gemaakt over, dingen met vragen erbij. Weet ik veel allemaal voor dingen. Vragen van wat de kijkers ervan vonden, dit en dat. Dit is weggebonjourd. YouTube heeft het filmpje afgekeurd. En hij mag het dus niet online zetten.
Hij kwam met het idee van, nou, weet je wat, ik brand het op DVD. Iedereen die het wil hebben, die kan er naar kijken. Nou, ik wil wel eens een DVD'tje hebben. Ik wil wel weten wat voor YouTube-filmpje het was. Ik ben wel benieuwd, heel erg benieuwd wat hij allemaal in dat filmpje gezegd heeft. En omdat het zo heel erg is, volgens mij is het echt helemaal niet zo erg... als dat YouTube het maakt. Maar het filmpje is dus in ieder geval afgekeurd. Ik zie wel eens filmpjes op YouTube van mensen die dieren mishandelen. Mensen die dingen opblazen. Bushokjes opblazen. Gemeentevernielingen. Allemaal van dat soort dingen. Wordt allemaal goedgekeurd. Als jij op GTA zit en... je hebt een livestream van 2 uur. Dan heb je een kans dat je in die 2 uur verrot gescholden wordt, uitgescholden wordt, belachelijk gemaakt wordt. Dat heb ik zelf ook al een keer meegemaakt, dat je belachelijk gemaakt wordt. Omdat je anders bent dan anderen. Discriminatie, dat is het eigenlijk. Discriminatie van mensen met een beperking. Dat mag allemaal, maar als jij een serieus item maakt... Over een best wel vervelend en beladen, nou ja, niet beladen van, maar een onderwerp wat best wel ingrijpend is, dan keurt YouTube het af. Ik vind dat echt heel erg triest. Ik heb me daar eigenlijk ook een klein beetje boos over gemaakt. Dat je als YouTuber een filmpje maakt. Je bent er ook een uur mee bezig om het te filmen. Je bent het aan het editen. Er zit heel veel werk, tijd, bloed, zweet en tranen zitten er in een filmpje. En dan ga je het online zetten. Dan wordt het afgekeurd. Het wordt afgekeurd dat jij dus niet het over dat onderwerp mag hebben. De soep wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. Ik ken Michael al een paar jaar nu. En ik weet zeker dat hij dat echt heel mooi en netjes geformuleerd heeft. Een net filmpje gemaakt ervan heeft. Daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. En dan wordt dat gewoon afgekeurd. YouTube, ga eens een keertje kijken naar onderwerpen op YouTube die echt niet kunnen en niet flauw gaan zitten doen. Flauw gaan zitten doen, achterlijke censuur te doen. Ik had ook al eens een keertje van Michael had ik ook wel eens begrepen dat als jij een filmpje maakt en je bent aan het klussen of zo. Nou, ik ga het, morgen ga ik even klussen bij mijn buurman in de tuin. Samen met mijn goede vriend Ricardo. Als ik dat ga filmen en ik ga bijvoorbeeld dat uploaden en ik zet bijvoorbeeld de titel erin van Marco en de beuk erin met Ricardo of Marco en Ricardo zijn flink tekeer aan het gaan. Dan wordt hij ook afgeketst door YouTube. Want Marco en Ricardo gaan tekeer met elkaar. Nou, dat zou heel erg wezen. Dat zullen hele vieze dingen zullen dat zijn. Zo gaat het echt in het werk op YouTube. Je mag dus niet steekwoorden gebruiken. En dan echt hele flauwe steekwoorden. Dus als jij zegt van joh, ik heb lekker geklust en ik zet in de titel de beuk erin of zo. Dan wordt je filmpje ook afgekeurd. Echt schandalig. Echt schandalig. Michael had ook een kat. Hoe heette die kat nou ook weer? Ik ben even de naam kwijt wat die naam van die kat was. Oh ja, Pino. Pino, ja. Pino. Pino de kat. En... als Michael bijvoorbeeld een film van zijn kat zou maken en hij zet in de titel Michael laat zijn Pino zien,
En dan wordt hij dus afgekeurd, want ja... Oh, Pino, dat kan ook tot het andere betekenen. Oh, wat is dat erg, zeg. Jeetje, wat een flauwe kul is het. Ja, YouTube is een Amerikaans bedrijf, is het. Maar ik weet zeker, ja, YouTube heeft ook een Nederlandse afvaardiging. En ja, als iemand zegt van... mijn kat heet Pino en Michael laat ze Pino zien of zo, of weet ik van wat, of met Pino op pad. Dan zal die Nederlandse YouTube federatie toch wel denken van, oh, het gaat over de kat. En ja, dan gaan ze toch wel even kijken hoe... dan gaan ze in ieder geval kijken, niet zolang hun neus is. En dan snappen ze toch echt wel... Of het kan misschien aan mij leggen, of, maar volgens mij is YouTube een beetje, nou in ieder geval preut zijn ze, dat wel. En ook een beetje, niet verder kijken dan hun neus lang is. Echt schandalig, ik vond echt schandalig, ook dat filmpje. Het is toch alweer een gouden hele tijd ben je ermee bezig om zo'n filmpje in elkaar te zetten. Om dat in elkaar te knutselen. Want als mensen vergeten dat wel eens. Je bent het aan het filmen, maar je moet het ook nog eens, je moet het nog eens editen. Misschien muziek eronder zetten. Je moet het uploaden, dat kost ook een hele tijd. En als je dan... nog eens het filmpje afkijken en al gelijk het bestempelt als... dit kan niet, dit filmpje, dat keuren wij als YouTube zijnde niet goed. Dan, dan vraag ik me eigenlijk af waar YouTube mee bezig is. Ik begrijp dat niet echt helemaal. Dus dat wou ik even kwijt. Ik zat me eigenlijk best wel eigenlijk op te winden. Ik vind het echt schandalig. Gelukkig heb ik mijn katten niet Pino genoemd, want anders had ik ook in de problemen gekomen. Maar het is gewoon heel kinderachtig, vind ik, van YouTube. YouTube, jullie zijn een goede, website hebben jullie. Je hebt een goede onderneming, maar wees eens volwassen en ga niet mensen als kleuters behandelen. Nou, dit wou ik even kwijt. Dit was ook de vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Ja, het was even een hele korte random vlog, maar ik wou dit toch even gezegd hebben. Doe even een duimpje de lucht in, jongens. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant uit het mooie Spijkenisse. En ik spreek jullie allemaal heel snel weer. Ik denk dat ik morgen alweer een nieuwe vlog heb. De groetjes allemaal, jongens. En jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabab.